Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. De eerste keer na de bouwvak weer in de Bloemwijk. En ze gaan weer verder met de sloop, hier met dit huizenblok. En voor de jaren 80 woningen gaat het ook niet heel lang meer duren. Er staat een kraantje voor, maar ja, dat is geen sloopkraan. Die gaat het niet vlak krijgen, dat moet die ander doen. Maar het gaat in ieder geval niet heel lang meer duren voor de twee woningen uit 1987. Ze zijn weer begonnen met het blok. Voor de bouwvak stond dit blok ook al even stil, maar het gaat nu dus weer verder. Hij is nu aan de gang bij het opbergzoldertje. Toch was dat wel handig in zo'n woning hoor, zo'n opbergzoldertje. De laatste woningen die er nog staan in de Angelierstraat. De andere kant was al weg voor de bouwvak. En nu gaan ze dus verder met deze kant. En zeer spoedig de jaren 80 woningen. Nogmaals, niet met dat kraantje. Maar ze gaan er wel spoedig achteraan. Met die natuurlijk. Of een van de andere kranen. Die zijn daar nu op de achtergrond bezig. Ze zijn niet te zien, maar ze zijn bezig. Ja. Het laatste restje van het huizenblok van de Angelierstraat. De Angelierstraat keert trouwens niet terug. Daar aan de Leliestraat, daar wordt de grond alvast bouwrijp gemaakt. En daar was net ook een kraan bezig. Hij is nu even niks aan doen, maar hij was net bezig. Ja, want daar moeten ook nog twee woningen plat. Die zijn nog blijven staan, maar die gaan er natuurlijk achteraan. Net als hier het huizenblok. Daar gaat hij een hele container in. En dan de jaren 80 woningen en de woningen op de achtergrond. Ik had het al gezien. Bij die ene hebben ze de Luxaflex weggehaald en van die andere staat de deur open. Inmiddels al twee dagen. Maar ja, er is in mijn video te zien geweest dat die deur toch weinig nut meer had. En hij is nou de woning aan het verkraken op de achtergrond. Ja, daar gaan de rest van de woningen. Ze hebben de schaftkeet hier neergezet, vlakbij de jaren 80 woningen. Ja, doen ze goed. Als ze dan in die woningen bezig zijn, kunnen ze snel schaften als ze willen. Ja, hij staat voor de deur, nagenoeg. Ja joh, lekker makkelijk. En de deur staat ook nog open. Ja, dat is ook een woning die ik nog bezocht heb en ook in de nacht die dan nu gesloopt wordt. Ja, daar heb ik nog in de nacht binnen gelopen en ook daarboven. Ja. Er loopt nou een mannetje vlakbij. Je moet wel een beetje uitkijken dat er niks uit die bak valt. Maar dat zal hij wel doen, denk ik. Ja. De laatste woningen van de Angelierstraat. Ja, er staan er nog wel wat. Maar het kan nu redelijk rap gaan hoor. Ja, die zijn zo weg. Daar op de achtergrond is hij ook achter die oude woningen bezig. Ja, die gaan ook nog plat. Hij staat even stil, maar hij gaat zeer spoedig verder hoor. Ja, dat wou ik zeggen. Ik ga nog even aan de andere kant kijken. Hij was hierachter bezig, maar niet met die woningen, want die staan er nog helemaal. Misschien met het restant van de achtertuin. Oh, daar hoeft hij trouwens ook weinig aan te doen. Dat gaat wel gelijk met die woningen. Hij was achter de woningen bezig. Ik heb alleen nog steeds geen idee met wat. Hier de voormalige Arsterstraat. En hier is hij aan het graven. Volgens mij is dat de lijn waar de nieuwe woningen komen. Nou ja, die komen een flinke naar achter te leggen vergeleken met die oude, want die lag direct aan de Leliestraat. Maar ik had ook al begrepen dat die nieuwe dus verder naar achter komen. Nou, daar dus zo te zien. Ja, als dit de plek wordt voor de nieuwe woningen, dan komen ze een aardig stukje verder naar achter. Waar vroeger zo'n beetje de achtertuin in de steeg was. Zo, dat scheelt nogal een stukje. Ja, ze komen een aardig stukje verder naar achteren. Er kan bijna nog wel een blok tussen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Er komen voortuintjes te leggen en er komen dwarsparkeervakken. Ja, hier waren de parkeervakken gewoon zo langs de straat. Maar hier komen van die dwarsparkeervakken te leggen. Ja, dan moet het een stuk verder naar achter. Ter hoogte van waar vroeger de steeg in de achtertuin was. De schaftkeet die stond wekenlang hier al. Nu dus om de hoek in de CW Bruinvierstraat. En die wasmachine, die ligt er gewoon nog. Geen idee waarom. Hebben ze er iets mee of zo met dat ding? Ik zou niet weten wat. Het is toch echt een kapotte wasmachine. Nou ja, die kan alleen nog maar weggepleurd worden natuurlijk. Maar goed, het lijkt erop dat ze dat niet doen tot nu toe. Ja, de nieuwe woningen aan de Leliestraat die komen hier. Echt een eind naar achter vergeleken met die oude. Ja, er kunnen nog wel twee huizen rijden tussen.
En wel bijna 3 keer de straat. Zo hé. Ja, het komt er totaal anders uit te zien. Ja, die oude woningen hier ook. Die stonden gelijk aan deze. En dan wordt het nu gewoon totaal anders. Ja. Als je dan die straat in komt, dan zie je eigenlijk ook meteen dat het gewoon niet origineel is. Dat het gewoon ooit anders was. Nou ja, dat blijf je hier dus ook zien. Het wordt wel helemaal nieuw, maar je ziet het wel. Ja, er ligt echt een heel stuk naar achter. Ja, en dat gebeurt met deze niet. Dit zijn koopwoningen die blijven staan. De rest van de rij woningen in de Angelierstraat, waarvan ik er meerdere bezocht heb. Ja, ik weet zo niet uit mijn hoofd welke, want ik kwam natuurlijk meestal via de achterkant. Ja, en dan zie je het huisnummer natuurlijk niet. Nee, dan moet je al echt een beetje gaan uittellen van welke was het. Maar ja, goed, dat heb ik aan de achterkant niet gedaan, dus ik weet niet meer precies welke huisnummers dat waren. Maar ik ben er in ieder geval in meerdere geweest. De 2 jaren 80 woningen. Ja, woningen die ik toch wel bezocht wou hebben. Nou, dat heb ik inmiddels dus 2 keer gedaan, 2 keer in de nacht. De tweede is uitgebreider, maar ik heb ze bezocht en daar ging het om. Dat wou ik. Want ja, ze onderscheiden zich een beetje van de overige woningen. Daarom wou ik ze natuurlijk wel van binnen zien en vastleggen. Dat heb ik gedaan. Ik ga hem nu weer afsluiten en ik ga niet meer zeggen. Tot de volgende.